Je kijkt naar je leven, want je hebt nou eenmaal een leven voor en na, hè? Voor en na de verslaving, maar je bent wel altijd je leven lang ben je nu verslaafde. Althans, dat wordt vaak gezegd, zo ervaar je het ook, denk ik. Nou ja, ja, zoals je katholiek bent en dan niet meer praktiseert, ben je dan ook verslaafd, maar praktiseer je niet meer. Dus je bent niet praktiserende drinker en niet praktiserende als ik dus zou zeggen dat ik ex-verslaafd ben, dan zou ik gewoon mee kunnen drinken, toch? Maar dat kan dus niet. Dat kan dus niet. En dat is ook niet... Daarom noem je het... Precies. En dat is ook niet... Ik vind dit niet lastig. Helemaal niet. Nee. Nou, oké. Okay. Maar dat betekent... Dus je hebt een totaal nieuwe bron. Dat boek komt eraan, Relapse. Dat schrijf ik nog even van je af. Is dat niet ontzettend... Ja, ik mag niet vloeken op tv, maar ik doe toch een klein beetje KUT. Dat je dan nu toch weer daarin moet duiken. Want je hebt het achtergelaten, zeg je zelf. Het is... Waarom zou je dat voor ons doen? Je moet het voor jezelf doen. Je moet helemaal niet voor de pers doen. Ik doe het ook in de eerste plaats voor mezelf. Oké, okay, maar welk stukje ontbreekt nog waardoor je het voor jezelf moet doen? Misschien komt het in het... als ik heel, heel diep ga... dat ik de mensen om me heen die het hebben meegemaakt... een stem wil geven. Want daar praat ik allemaal mee. Want zij vullen ook blanks in die ik niet meer weet. En dat zij dus de kans krijgen om het ook gewoon af te sluiten. En verder vind ik, dan heb ik echt mijn steentje... ook in de maatschappelijke discussie rond verslaving en zo... heb ik wel mijn steentje aan bijgedragen. En het is goed zo.